Ik ben dus Justine Verstraeten, ik ben 20 jaar. Het is eigenlijk vooral een combinatie van nek- en rugklachten die begon tijdens de puberteit, tijdens het groeien. En die bleven aanslepen. Ook al ging ik naar de kinesist, naar de osteopaat, naar de kraker. Al verschillende middelen heb ik geprobeerd, maar niets hielp echt. Dus ben ik opnieuw naar de huisarts geweest en die heeft mij doorverwezen naar de revalidatiearts hier in het ziekenhuis. En zo ben ik hier terechtgekomen in de rug- en nekschool. Bij de start van de rugrevalidatie hebben wij altijd eerst een intakegesprek, individueel, één op één, gaan wij op zoek naar de klachten en de doelstellingen van de patiënt. In de eerste fase gaan we vooral inzetten op controle van pijn. Gaan we vooral terug de core stability gaan ontdekken eigenlijk. De tweede fase gaan we eigenlijk dynamischer gaan oefenen. Dus de patiënt gaat een heel stapje verder in hun revalidatie. Ze merken ook zelf dat ze sterker worden, dat het ook wel wat beter gaat. In de derde fase gaan we eigenlijk functioneler aan het werk. Dus ook een beetje op zoek naar de handelingen en de bewegingen die de patiënt zelf heel vaak moet doen. Vroeger alleen nam ik gewoon niets en zet ik het weg, maar nu let ik er echt wel op dat ik het op de juiste beweging doe. Wel heel interessant, ook omdat ik wel echt de sessies heb gevolgd die voor mij van heel groot belang zijn. En die ook wel op mijn dagelijks leven een groot verschil hebben gemaakt, puur omdat ik geleerd heb om de juiste beweging te maken, de juiste zithouding en staanhouding. Op het begin heel lastig, maar naar het einde toe echt wel goed en interessant en ook blij dat ik het gevolgd heb, want ik merk wel heel verschil. Ik vind ook ik ben nog jong, dus ik ben blij dat ik nu betering heb, want ik vond het wel vroeg om al zoveel last te hebben van mijn nek en mijn rug.